Het Siciliaans met het Morra-gambiet. E4, C5, het Siciliaans. En wit speelt D4, het Morra-gambiet, ook wel het Smith-Morra-gambiet. Gambiet in les 6 laten zien, het vleugelgambiet met B4. Het verschil met D4 en B4. Bij B4 staat de pion ongedekt. Dat is anders met het Morra-gambiet. Dan staat de pion wel gedekt door de dame. Een gambiet betekent een schijnbeweging. Want als C D slaat en de dame slaat terug, dan kan het paard vanaf B8 met tempo ontwikkelen naar C6. Wit verliest hier een tempo. Verliest hier een tempo. Verliest hier een tempo. Dus, dat wil wit niet. Wit speelt C3. Dat betekent wel dat zwart hier een pion wint. Is dat erg? D slaat C. Paard ontwikkelt. Dat is belangrijk. Stukontwikkeling. Het gaat over de ruimte. Wit geeft een pion weg. Maar krijgt daar ruimte voor terug. Een heel veel. Het principe van een gambiet. Zwart ontwikkelt het paard vanaf B8 naar C6 is goed. Ook dit. Wit gaat rustig door met ontwikkelen. Paard F3. En deze zet is ter voorkoming van E5. Want zwart wil ook het paard naar F6 ontwikkelen. Vandaar de zet D6. Belangrijkste reden. Ook natuurlijk de loper. Vrij baan te laten maken. Ja, hier zien we het ruimtevoordeel met lopen naar C4. Aanval op het zwakke punt. F7. Kennen we allemaal van de Italiaanse opening. Zwart verdedigt. Duidelijk. Met E6. Onderbreken van de diagonaal. Wit rokeert. Simpel ontwikkelen. Zwart moet nog ontwikkelen met ten eerste dus paard F6. Vandaar de zet D6, ter voorkoming van dit. Dame ontwikkelt. Ja, wit gaat door met ontwikkelen met dame E2. De toren hier lopen ergens hier naartoe en dan deze toren hier. Want hier zien we namelijk dat de pionnen op de C en de D-lijn zijn verdwenen voor wit. Loper E7. Voorbereiding van de rokade. Hier zien we dan wit met de toren naar D. Zwart verliest hier een klein tempo met de tweede zet van de E-pion. Loper ontwikkelt sterk naar G5. Zwart rokeert. En hier zien we dan de torens op een open lijn, deze is belangrijk, de open C-lijn. En een half open lijn voor de D-lijn. Strategie voor wit is goed. Dat was het wat betreft het Morra-gambiet. Nog even resumeren als we teruggaan. Dit hoofdstuk ging over het Siciliaans met het gesloten. E4, C5, het Siciliaans, het gesloten is dan paard C3 in beginsel. Open Siciliaans krijgen we in hoofdstuk 23, uitgebreid. Alapin-verdediging, ter verdediging van veld D4, wat een beetje een zwakte was met het gesloten Siciliaans. Grand Prix is F4. Het vleugelgambiet is dan B4. En het Morra-gambiet is dan D4. Zoek je favoriet uit. We gaan naar hoofdstuk 23, het Open Siciliaans.